vrijdagavond speelt NEC uit tegen Almere City FC. En dat is wederom een belangrijke wedstrijd. Zeker nadat NEC afgelopen maandag kansloos ten onder ging tegen FC Os. Trainer Pepijn Leinders heeft de vliespunten nog scherp op het netvlies. We hebben goed gereageerd nadat we de goal tegenkwamen. We begonnen helemaal niet slecht aan de wedstrijd. Krijgen we natuurlijk een rot goal tegen. Maar uiteindelijk reageren we goed. Blijven de bal snel verplaatsen. Zoeken altijd de vrije mensen. En bewegen redelijk goed achter de laatste linie. En tussen de laatste linie, waardoor we voor de goal komen met Kevin en met Annas. Dus dat is oké. Okay. Scoren niet. Dat is natuurlijk waar je op zoek bent naar een goede reactie van het elftal. En, dat bespreek je met de groep en dat is allemaal oké. De voorbereiding voor de wedstrijd tegen Os was heel kort. Ja, normaal gesproken zou je een week trainen. Dan zou je niet alleen concentreren op hun stijl, maar vooral ook wat wij al willen doen, maar dat tegen die bepaalde structuur. Alleen, nu hadden we 2 dagen. Dan ging het vooral om de energielevels weer omhoog te krijgen en proberen een bepaalde wil en passie te forceren bij de groep. En dat is nu weer hetzelfde verhaal. Als je gewoon 3 keer speelt in 1 week, in 8 dagen, dan gaat het in eerste instantie puur om 100% houding, als het ware. De trainer is erg gecharmeerd van Ferdi Kadıoğlu. Ja, hij is een spelmaker. Hè. Hij is iemand die de bal bij zich kan houden, die iets kan creëren, die op zoek is naar de laatste paas, die een goal in zich heeft. Dus hij is belangrijk voor ons, zoals elke speler belangrijk is natuurlijk. Maar een bepaalde positie vraagt je natuurlijk een bepaalde type spelbedoelingen. En dat heeft hij vanuit natuur, instinct. Het gaat niet zozeer om Ferdi alleen, het gaat erom hoe als elftal creëren. Wat is het idee om bepaalde spelers vrij te krijgen waar? Maar vooral ook, wat is het idee op het moment dat we de bal vrijmaken, hoe het op bewogen wordt achter de laatste linie. En Ferdi is op zoek naar de laatste paas, zie je ook hoe je speelt. Maar ja, het gaat er natuurlijk wel om dat spelers timings leren herkennen om die ruimtes te benutten die gemaakt worden door Annas, door Steve, door Jari, door Sven ook die invalt. En ja, dat kan en dat zal ook beter gaan hoor, de komende wedstrijden. Leinders is hoopvol richting de uitwedstrijd tegen Almere. Waarschijnlijk zijn er meer pressingmomenten, maar ja, je vraagt je altijd af wat tegenstanders tegen jou gaan doen. Hè. Dus, maar in eerste instantie, hun willen de bal hebben. Dat is een trainer die dit elftal opzet om de bal te hebben. Wat natuurlijk ook hun kracht is. Die op zoek zijn naar de laatste passen spelen. Die op zoek zijn om ook een pressing te spelen. Dus ik denk dat het publiek wel misschien wel winnaar kan gaan worden. Ja. Vrijdagavond om 8 uur in het Janmaarstadion in Almere. Almere City FC tegen NEC.